Hi, goeiedag. We gaan bronzers uitzoeken. Ik heb een kopje koffie. Oké, dit zijn al mijn poederbronzers. Ik heb de creams hier ook staan. Als het niet te lang duurt, doen we die in één video. Ik doe mijn bril even op. Een van mijn absolute favorieten is de Revolution Bronzer in Tan. Ik heb geen idee. Meer staat er niet meer op. Er komt bij jullie wat oranje over hoor. Maar hij is bij mij echt prima. Ik zal even een doekje erbij pakken. Dus dit is het meetpunt. De Catrice Sun Orgasm Luminizing Bronzer. Dit is een limited edition. Dit is 02 Bronze Euphoria. Nou, die vind ik wel heel mooi. Die is wel iets rooier. Maar, nou, misschien. Dan heb ik de Sunny Side Up met bronzing powder in de kleur 010 Natural Tan. Ja, kijk, zelfs bij mij doet hij bijna niks. Deze doe ik weg. Deze is van de Kruidvat trouwens. Dan heb ik de Maybelline City Bronzer. Daar staat gewoon echt niks meer op. Die heb ik al zo lang. Daar komt ook amper pigment af. Die gaat weg. Zo gaan we wel goed, hè. De Butter Bronzer. Het is een hele mooie bronzer. Het is een hele fijne bronzer. Maar ik kan de geur gewoon niet. Ik kan het gewoon niet. Deze doe ik weg. Puur alleen om de geur. Dan heb je de Milani 04 Glow Baked Bronzer. Die ik ook niet zo vaak gebruik, moet ik eerlijk toegeven. Deze heeft echt glittertjes. Nou, die vind ik wel mooi. Die bewaar ik nog even. Dan heb ik hier de Flower Heatwave Luminous Bronzer. In de kleur Sunswept. Ik ga heel streng zijn. Deze vind ik te oranje. Kijk, in verhouding met deze. Dit is het uitgangspunt, hè? Dit was die Revolution. Deze is wat rooier, die Sungasm. Nee, die Heatwave doe ik ook weg. Dan heb ik de Catrice Holiday Skin Luminous Bronzer. In de kleur 010 Summer in the City. Heel creamy voelt hij. Ja. Heel licht. Een beetje gelig. Maar wel neutraal. Deze hou ik. Als jullie wat horen, sorry, ik heb de vaatwas aanstaan. Dit is een contourpaletje van Catrice. Met een contour, een bronzer en een lichte poeder. Ik gebruik altijd alleen deze. Dat is een contourpoeder die bij mij gewoon een bronzer is. Dus die bewaar ik wel. En ik heb van Catrice ook de Holiday Skin. Even hier doen. Die is ook niet te oranje, dus die bewaar ik ook. Nou, ik heb even mijn arm schoongemaakt.
Maar ja, als ik natuurlijk slim ben, doe ik wel even weer de nieuwe uitgang. Kijk, we gaan hier vanuit, van deze bronzer. Ja, ik heb van L'Oreal de Back to Bronze. Het heet gewoon Back to Bronze. Er zijn niet meerdere kleuren van. Nou, hij is wel wat oranje in verhouding. Zie je dat? Maybe. Want ik heb ook van de L'Oreal Infallible de Fresh Wear Matte Bronzer. Ik weet niet of hier kleuren van waren, maar dit is ongetwijfeld de lichtste kleur. Ja, kijk maar, die is bruiner. Zie je dat? Deze bewaar ik. Deze vind ik wel mooi. En dan heb ik van L'Oreal ook nog de... Ja, ze zeggen dat het een highlighter is, maar dit is toch geen highlighter, jongens. Ik doe hem gewoon sowieso weg. En de Back to Bronze ook. En de Sun Gasm van Catrice ook. Want van Catrice heb ik nog meer, hoor. Ik heb... Oh, nee, dit is Essence. Sorry. Catrice. De Sun Glow Matte Bronzing Powder. Water Resistant. Medium to Dark Skin. Dit is 035 Universal Bronze. Nou... Zou het? Nou, zo donker is hij helemaal niet. Hij is wel mooi. Deze hou ik. Dan heb ik de Max Factor. Cream Bronzer in 05 Light Gold. Dit is geen crème. Trouwens, dit is gewoon een poeder. Hele mooie bruin neutrale bronzer is dit. Hij ziet er bij jullie geler uit dan bij mij, maar dit is een mooie neutrale bronzer. Dan heb ik van Essence de Mosaic bronzer. Maar daar zit een glitter in. Ik hou op zich niet echt van glitter in mijn... Nee, die gaat weg. Dan heb ik de Hello Good Stuff. Matte & Glow Bronzer. En die heb ik in twee kleuren. Dit is 10 Cacao Cool. En dit is 2 Cacao Kissed. Even wat dichterbij. Dit is de Cacao Cool. Oh, die is heel mooi. En dit is de Cacao Kissed. Ook neutrale bronzer, zie je dat? Ja, die hou ik ook allebei. Ja, nou moet ik hier nog op wat op zeggen? De Mario bronzer, de Soft Sculpt bronzer. Ja, prachtig. Prachtig. Dit is de Kiko. Flawless Fusion Bronzing Powder in de kleur 01. Ja, die blijft. Die blijft. De Radiance Brick van Rimmel. Nou, ik zal je eerlijk zeggen. Deze ga ik ook niet swatchen. Want deze heb ik serieus nog nooit gebruikt. Gekocht, maar nooit gebruikt. Dan heb ik de Bronze Glow van Collection. Maar die vind ik te oranje. Ja. En te glitterig. Doe maar weg. Dan heb ik nog een Glowish van Huda bronzer. En dit is de kleur 01 Light. Even hier. Ja.
mooie, ja. Dan heb ik nog een Revolution bronzer. En dit is de bronzer Reloaded in Holiday Romance. Dit is een baked bronzer. En deze geeft dus glow. Maar er zit dus geen glitter in. Het is dus alleen een glow. Hij is heel licht. Maar hij is heel mooi om je gezicht een beetje te poederen. Die blijft ook. Ja, en deze van Too Faced. Dit is de Chocolate Milk Soleil. Daar heb ik pen op geraakt. En volgens mij is hij nog steeds goed hoor. Maar ik heb hem echt al jaren. Maar zo'n mooie neutrale bronzer. Die blijft ook. Dan heb ik nog. Ik ga even mijn arm schoonmaken. Dan kan ik weer opnieuw beginnen. De Winnie de Pooh Catrice. Oh, zo. Soft Glow Bronzer. Dit is 010. I think it's called Love. Ja. Die mag blijven. En anders gaat hij in mijn Make-up Memory Box als hij niet blijft. De Catrice Clean ID Mineral 010 Light. Mineral Bronzer. Ja, mooie bronzer. Die blijft ook. Dan heb ik van Elf. Een Illuminating Palette. Ja, dat gebruik ik niet, joh. Er zitten wel wat bronzerkleuren in. Nee, die doe ik weg. Dan heb ik nog van XX Revolution. Demo heet dit. De kleur heet Demo. Eens kijken. Ja, dit is wel een hele mooie. Dit is een mooie, die blijft. Ik heb van Catrice nog de Sun Lover Glow Bronzing Powder. Die is ook beet, maar ik zie dat die ook glittertjes heeft. Nou, vooruit. Laat hem maar even blijven nog. Dan heb ik de Revolution Pro Sculpting Bronzer in Bahia. En ik moet eerlijk zeggen, die gebruik ik echt nooit. Nou, vind ik te oranje. En ik heb de Revolution Pro Goddess Glow Shimmer Brick in Sublime. Nou, dit is... Ja, weet je wanneer dit mooi is? Dit is heel mooi als je een donkere huid hebt. Prachtig. Maar niet voor mij. Nee. Doe maar weg. Dan heb ik nog de MUA Bronze Perfection. Multi-bronzing powder in Golden Dunes. Ja. Deze kleur lijkt me wel wat. Maar. Zo dan. Maybe. Ik heb een Revolution Glow Splendor Ultra Matte Bronzer in Fair. Heel creamy. Ja, is een hele mooie cool tone bronzer. Dan heb ik nog de L'Oreal Wild Bronze Glow. La Terra heet die. Dat is de naam, La Terra. Veel te oranje. Bye bye. Dan heb ik van Catrice ook nog de
Bronze Away to Maui. Waarom zo groot, hè? Dit is een limited edition. Dus die kan ik niet op mijn kanaal gebruiken bij jullie. Ah, het is wel een hele mooie. Ja, die bewaar ik. En als laatste heb ik de Revolution Mega Bronzer in 01 Cool. Ja, die is zeker wat cooler. Hij lijkt wel wat rooier dan deze. Nee, ik doe hem weg. En die van MUA ook. Zo. Gekozen. Dit waren de poederbronzers. Dan gaan we nu de liquids doen. Momentje. Ja, daar zijn we weer. Ik heb hier de koele bronzers. Ik neem nog even een slokje koffie. Zo. We beginnen met... de Revolution Ultra Cream Bronzer in Light. Daar zit een hele grote haar in. Eeuw. Nou, toch alleen maar van mezelf. Ja, dit is een hele mooie contourbronzer voor mij. Dus die blijft. Dan moet ik zo meteen nog maar even een nieuw dingetje pakken. Dan heb ik er twee van Chic Glam. En dit is Soft Tan en dit is Golden Sun. Dit is een contour. En dit is een bronzer. Zie je het verschil? Dit is een contour en dit is een bronzer. Love it. Allebei. Voor iemand die heel lang geen Chic Glam wilde proberen, ben ik op een gegeven moment echt overstag gegaan. De Elf Putty Bronzer. Dit is uit mijn hoofd Shady... Feeling Shady. Feeling Shady. Het is wel een drogere formule dan die andere. Maar dit is ook ideaal. Ik hou van die cream contourachtige dingen. En deze is, weet ik niet, ook de contourkleur. Dit is de Luminous Putty Bronzer. Maar die is wel een andere kleur, zeg maar. Die blijven allebei. Zo. Even een nieuw doekje. Dan heb ik de... Catrice Melted Sun Cream Bronzer. Ja, je moet even door het poederlaagje heen op een of andere manier. Het is een heel apart product. Maar de kleur is echt prachtig. Ik vind het niet een fijn iets, maar hij blijft nog wel eventjes. Ja, de Chanel... de Healthy Glow Bronzing Cream. Solène Tan Bronze Universal. 3,90. Dit is de nieuwe variant. En die blijft natuurlijk. Ik heb de oude formule nooit geprobeerd.
Maar ik heb begrepen dat de nieuwe meer gericht is op een drogere huid. Ik weet niet of dat klopt. Ik heb de Kiko Sculpting Touch in de kleur 200. Weet ik niet. Ik heb de Revolution. Ja, dit is een fast base stick in 10. Maar dit is niet genoeg voor mij om... Nou. Kan ik hiermee bronzen? Zeker wel. Misschien. Een stickvorm die wel blijft, is de Essence Baby Cut Bronze. Geweldig. Dan heb ik de Catrice Magic Shaper. Ik vind de kleur echt goed hoor. Ik vind het... als je hem dan uitdrukt, dan, je drukt hem gewoon zo terug, zie je? En draag je hem uit en plop, zo. En niet eens, en ook als je dit tegenhoudt. Oh nee. Oh, dan moet je dit vasthouden. Nou, ik weet niet, maar ik wil hem nog wel even gebruiken, want hij is nog redelijk nieuw, zeg maar. Eenzelfde systeem heb ik van NYX. De Wonder Stick. In Light Medium. Nee. Dan heb ik 3 van deze Revolution Concealers. Dit is C0, C1 en... Hallo? C1305. Deze doe ik allebei weg. Die zijn veel te licht voor mij. Deze... wil ik hem wel eens gebruiken als ik echt underpaint. Dus als ik een hele duidelijke contour wil maken onder mijn foundation. Dus deze bewaar ik nog eventjes. Maken we weer even de arm schoon. Dan heb ik de Colourpop. Summer Forever Super Shock Bronzer. Ja. Daar hebben ze me gewoon de verkeerde kleur gestuurd. Maar die kan ik misschien nog wel gebruiken als een oogschaduw. Dus die blijft, maar dan in een andere hoedanigheid. De Mora. Ja, dit is de contour in 100 Fair Light. Hij is wel donkerder, maar echt heel goed. En dan heb ik de 11 Halo Glow. Ik moet draaien bij deze. Dat is echt een contour die blijft. Dan heb ik de Goddess Glow Cream en Contour. Cream, Contour en Bronze in de kleur Light. Nee, die vind ik gewoon niet zo fijn. Die mag weg. Dan heb ik van Catrice nog de Holiday Skin Serum Bronzer. Ja, die moet even geschud worden. Daar komt amper kleur van af. Maak weer even mijn arm schoon. Bijna klaar, jongens. Ik heb de XX Revolution Cream Bronzer in Inspire. En die is veel te oranje. Dus die doen we weg.
dan heb ik de Max Factor Sheer Gel Bronzer in Light Brons. Niet schrikken. Zo ziet hij er niet uit. Maar dat is hij wel hoor. Hele mooie bronzer. Ik hou niet zo van stikjes, maar nou ja, goed. Dan heb ik de Super Dewy Liquid Bronzer in Fair to Light. Ja, die mag ook blijven. Ja, dan heb ik deze van Maybelline. Deze is later in lichtere kleuren gekomen. En ik dacht, misschien kan ik deze als contour gebruiken. Maar dat is gewoon niet zo. En er komt ook niets meer uit. Dus deze gooi ik gewoon weg. Ik heb van Revolution. Dit is een contour stick. Voor je neus, zeg maar. Nou, doe ik dat nooit. Dus deze doe ik weg. En heb ik van Revolution een Ultra Cream Contour Palette. Waarvan deze mij het meeste aanspreekt. Ja. Deze ga ik wel bewaren, maar dan voornamelijk als oogschaduws. En dat was het. Oh ja, dan moeten deze twee nog. Die doe ik ook allebei weg. Ja, ik gebruik dit niet. Dus die gaan ook allebei in het bakje weggeven. Dit was de bronzercollectie. Er komt er nog één. Dat zijn de poeders. En als ik daarmee klaar ben, dan hebben we alles gedaan. Eigenlijk voor dit jaar weer. Dus vond je het leuk, doe een duimpje omhoog. Ideeën over wat je wil zien voortaan, altijd welkom. Doe het vooral, laat vooral een berichtje achter, vind ik altijd leuk. Ik lees, veruit het merendeel eigenlijk. Oeh, er valt hier iets in zonder dop. Dat kan niet, ja. Goed dicht doen, die bronzers. Rest mij alleen nog maar om te zeggen dankjewel voor het kijken en tot de volgende. Doei doei!